Dankjewel voor de introductie. Ik ben dus als onderzoeker bezig met eigenlijk nieuwe media in brede zin als cultureel erfgoed en als archiefobject. Nou, hoe nieuw wil je het hebben? Ik ben momenteel vooral bezig met Game On. Dat is een project waarin we werken met games uit de jaren 80 en 90. Zo heel nieuw is het dus ook al niet meer. En daar wil ik jullie vandaag iets over vertellen en vooral over hoe wij over games proberen na te denken binnen dat onderzoeksproject. Ik neem jullie allereerst even mee naar een virtuele wereld, genaamd Active World. Ironisch genoeg, want hoewel dit ooit het thuis was voor duizenden mensen die daar ronddwaalden en met elkaar in gesprek waren, is dat inmiddels helemaal uitgestorven. Een Twitcher genaamd Vinesauce, een Twitcher, dat weten jullie natuurlijk allemaal, dat is iemand die registratie maakt van zijn gameplay en die live streamt op Twitch, die loopt daar rond en ontmoet daar iemand, tot zijn grote verrassing. Sta ik niet goed? Oké. Hij raakt in gesprek met die persoon. In eerste instantie denkt hij nog, dit is een chatbot die newbies, allemaal termen waar jullie ook gewend aan zijn, onderweg helpt. Maar dat blijkt een echt persoon te zijn. Dus zij zijn de enige twee personen in die grote virtuele wereld die ooit bruisten van het leven. In 1995 is die wereld begonnen. En ze beginnen te reflecteren op wat zich daar eigenlijk afspeelt. En op een gegeven moment zegt Vinesauce, in voice-over hoor je dit: "Think of all the virtual graveyards that now exist. We're leaving behind a lot. Stuff that meant a lot to some people." Nou, het is een beetje het klassieke verhaal van waar we als archivarissen mee bezig zijn. En dus de vraag, hoe gaan wij om met die virtual graveyards? Of met andere woorden, hoe voorkomen we dat die virtual graveyards ontstaan? En hoe houden we iets van dat levende, wat games blijkbaar in zich hebben, hoe houden we dat in stand? Games, zoals ik al zei, ze zijn al een tijdje onder ons. Het ligt een beetje aan wanneer je het precies wil laten beginnen, maar toch zeker al 30 jaar. En echt helemaal nieuw is het dus ook niet. En er begint dus ook een urgentie te ontstaan met dragers die slijten en noem maar op. Maar we zien ook dat games echt hun positie in de maatschappij hebben ingenomen. Er is een grote industrie, in Nederland alleen al 455 bedrijven. Ik geloof dat ongeveer 3/4 van de mensen gamet, waarvan ook nog eens 20% dagelijks. Het is echt een onderdeel geworden van ons reguliere mediagebruik. Zeker bij jongere generaties. En dus kijken we in het project Game On naar deze industrie en wat ze voortbrengen en vragen we ons af hoe kunnen we dit archiveren voor toekomstige generaties. Maar dan begint het eigenlijk al met de vraag wat willen we dan, wat zijn dan precies games en hoe willen we ze precies opslaan. Nou, ik wil een aantal van die aspecten wil ik uitlichten. En allereerst om na te denken over games als een netwerk, tussen een interactie tussen een mens en een machine en wat er gebeurt tussen die mens en die machine, dat is de sweet spot van wat een game is, de gameplay. Daar zijn producenten uren en dagen en weken mee bezig om dat perfect goed te krijgen, om een ervaring te creëren die seamless is, waar geen naden als het ware tussen zitten. En om die dynamiek op te slaan, moet je natuurlijk afvragen, wat moeten we dan precies opslaan om diezelfde ervaring te hercreëren? En daarin speelt niet alleen de software een rol, maar ook zeker de hardware. Nou gebeurt er gelukkig al een heleboel op het gebied van hardwareverzameling. Er zijn fancommunities en verzamelaars in Nederland die enorme collecties hebben. De vraag is dus ook, als cultureel erfgoedinstelling, hoe gaan we daarmee om? Sluiten we daarbij aan? Beginnen we onze eigen collectie hardware of leveren we een bepaalde dienst aan die groepen zodat zij hun werk beter kunnen doen. Dus wij proberen in het onderzoeksproject ook te kijken naar wat wel crowd preservation wordt genoemd, waarin andere mensen ook een rol spelen in het conserveringsproject. Maar goed, we zijn niet bezig om hier dingen voor 10, 20 jaar te bewaren, maar we willen dat graag over 100, 200 jaar ook nog kunnen inzien. En je begrijpt wel dat hardware, hoeveel kennis je er ook over hebt en hoeveel reserveonderdelen je ook inslaat, dat daar een houdbaarheidsdatum op zit. Moet je ook nadenken hoe je die fysieke ervaring van die interactie, hoe je die op een andere manier kan vastleggen. We kennen allemaal Matthijs van Nieuwkerk met zijn virtual reality bril. Ik denk dat deze man hem zojuist verslagen heeft qua reactie. Dus gaan we nadenken over manieren waarop we dit ook op de lange termijn kunnen volhouden. En die hardware die blijft ons hele relevante informatie geven. Er wordt ook onderzoek naar gedaan in media-archeologie. Zijn mensen heel erg geïnteresseerd in gewoon de nuts en bolts, de schroefjes van de apparaten zelf. Dus daar zullen we zeker iets mee moeten doen. Maar om ook na te denken over die fysieke ervaring, hoe mensen die ooit gehad hebben, die willen we kunnen reproduceren. Nou, een mogelijke vorm daarvoor is emulatie.
En emulatie is het nabootsen van een softwareomgeving en of hardwareomgeving op een hedendaags systeem. Heel veel mensen zullen het kennen voor als je een Mac hebt en je wil een keer een game spelen. Er zijn niet zoveel games voor je Mac, dus dan installeer je een versie van Windows. Of die speel je af in een virtual machine en daarin een game. Maar emulatie is best wel complex. En er zijn een heleboel dystopische ideeën daardoor over ontstaan. Dat het dus te complex zou zijn, dat je altijd moet blijven emuleren, want uiteindelijk moet je de emulator waarschijnlijk ook weer emuleren. Er is heel veel kritiek op van, ja, wat sla je dan eigenlijk op? Is dat nog wel het authentieke ding zelf? Want je speelt het op een ander apparaat, de snelheid kan soms net anders lopen, de kleuren worden anders, het beeldscherm is anders. Is het nog wel het authentieke, objectieve archiefobject wat je archiveert? Nou, daar kun je over discussiëren en ik denk ook dat we dat moeten doen. Maar tegelijkertijd is emulatie nu wel op een niveau gekomen waarop er eigenlijk applicaties ontwikkeld beginnen te worden waardoor je op schaal dingen kan emuleren. Denk aan het project van die Internet Archive. En daar is die weer, sorry. En zo is dat zeker iets waar we over na moeten denken om ook die fysieke ervaring te kunnen herproduceren. Ook denkend aan de gebruikers, want stel we willen dit opnieuw laten zien, hergebruik, dan wil je die ervaring kunnen recreëren. En een ander element wat ik uit wil lichten zijn games als events. En ik vroeg me af, gewoon voor de grap, wie kent Leroy Jenkins? Ah, not too bad. Oké. Ik zal niet het hele verhaal doen, maar het is een legendarische held uit een massive multiplayer online game die besluit, terwijl zijn hele team van ook echte mensen staan te overleggen hoe ze een bepaalde battle ingaan, en die besluit in zijn eentje op de vijand af te gaan, waardoor hij totaal de strategie vernachelt. En nou, dit is dat event. En wat dus interessant is aan gameplay is dat die interactie die plaatsvindt tussen de mens en de machine, dat die altijd gesitueerd op een historisch moment plaatsvindt. En daar gebeurt wel iets heel unieks volgens mij. En dat moment wil je soms ook vast kunnen leggen. En dat is natuurlijk heel dringend en dwingend bij dit soort online games, waarin de sociale interactie dat evenement is. Maar dat gebeurt ook al op het moment dat je een oude retro game laat spelen door hedendaags publiek. De reactie op zo'n game zal heel anders zijn. Misschien eentje van nostalgie of verwondering over wat een oude troep. Terwijl de oorspronkelijke ervaring was er waarschijnlijk eentje van verwondering dat dit kan. En iets van die receptie, van hoe mensen de game ontvangen hebben, wil je ook vastleggen. Nou, voortaan weet je dus ook hoe je dit soort plaatjes moet interpreteren. Er zijn er duizenden, Google maar raak. Maar hoe ga je die evenementen dan vastleggen? Nou, dat kun je doen door documentatie. En dus wat wij doen, we werken in dit project samen met de Universiteit Utrecht. En zij hebben ook echt een deel zich meer toegeëigend, waarin we zogenaamde Let's Play video's maken. Het zijn video's. Het ziet er een beetje uit zoals dit. Dit hier is Game Meneer. Wie kent Game Meneer? Dat zijn waarschijnlijk dezelfde mensen ongeveer, ja. Game Meneer, maar zo zijn er velen. Dit is echt een trend op YouTube. Je neemt je eigen gameplay op en je plaatst het YouTube filmpje online. Je zit zelf in beeld met een greenscreen achter je en je spreekt in voice-over over wat je meemaakt in dat spel. Nou, dat is voor ons een fascinerend gegeven. Omdat het een hedendaagse mediapraktijk is waar mensen dus gemotiveerd toe zijn om dat en te doen en te kijken. En ten tweede, omdat we heel graag die receptie willen kunnen vastleggen. Wat ervaren mensen op het moment dat ze een game spelen? En het sluit aan bij dingen die we al heel goed kunnen, namelijk gewoon lineair audiovisueel materiaal archiveren. Dus we gaan kijken op wat voor soort Let's Play video's relevant zijn voor ons als archief om op te slaan. Dus dat zijn wat mij betreft... nog een laatste die ik wilde noemen inderdaad was games als product van een creatief proces. En games worden vaak een beetje geschaard onder gewoon populaire media. En dat zijn ze natuurlijk ook. Maar er wordt heel goed over nagedacht door kunstenaars. En inmiddels zijn er dus ook collecties in kunstmusea, zoals hier het MoMA, die games opnemen in hun collectie. En daar verschillende perspectieven op hebben. Hier hebben ze heel duidelijk gekozen voor echt een designperspectief. Dus ze hebben niet de oorspronkelijke hardware, maar echt alleen eigenlijk de visuele component van het spel, zou je kunnen zeggen. Maar het laat wel iets zien van dat games ook moeten gezien worden als een
product van een creatief proces? En hoe kunnen wij op een later tijdstip die context begrijpen waarin dat tot stand komt? En hoe beperkt de middelen waren waarmee mensen bezig waren? En ik heb al fascinerende gesprekken gehad met mensen uit de jaren 80 die inderdaad zelf synthesizers in elkaar bouwden om te kunnen zorgen dat ze muziekjes onder games konden spelen. Verder geen muzikant waren, dus muziek wat eruit komt is ook echt fascinerend om naar te luisteren. Maar dat soort verhalen, die wil je vastleggen. Dus wat we ook gaan doen is, we willen heel graag interviews afnemen met een aantal van die belangrijke makers uit de Nederlandse gamegeschiedenis. En dan aan het einde van het project hebben we dus eigenlijk een heleboel gecombineerde resultaten. We weten meer over de gebruikers, we weten over de rechtssituatie, de metadata, thesauri. En we hebben materiaal verzameld in die interviews en geëmuleerde games om een tentoonstelling mee vorm te geven. En op basis van al die resultaten kunnen we gaan evalueren en ons als audiovisueel archief ook beter gaan oriënteren op de vraag, oké, wat gaan wij doen met die games? Dus ik hoop jullie vaker hierover te kunnen spreken op een later stadium als er meer resultaten binnen zijn. Maar voor nu wilde ik het hierbij laten en ik heb nog 2 minuten, dus dat betekent dat jullie extra hamburgers krijgen of zoiets, begrepen. Nee, die hamburgers waren voor mij, dus daar gaat het niet over. Nee, dat is 2 minuten, dus we hebben gewoon tijd voor vragen. Oké, super. Als je daar zin in hebt. Jazeker. Is er een vraag? Ik heb een microfoon. Ik kan het naar jou gooien, proberen. Het lijkt al iets beter te gaan. Ja. Dat viel mee. Zeker bij dit soort projecten heb ik het idee dat je ook veel meer met een soort van nieuwe doelgroepen gaat werken, nieuwe skills nodig hebt vanuit je organisatie. Ja, dus de vraag is nieuwe kennis die nodig is binnen organisatie. En je tweede vraag die... Nou ja, en met nieuwe doelgroepen, nieuwe mensen werken om tot community werken, om tot archivering. Ja, en dus nieuwe communities om tot archivering te komen. Voor wat betreft dat eerste, dat is echt een super legitiem punt. En eigenlijk ben ik daar zelf ook onderdeel van. Ik ben een filmwetenschapper. Ik moet hier ook echt heel hard voor lezen en studeren om hierin in mee te kunnen op een bepaalde manier. Tegelijkertijd... helpt het wel dat je gewoon media begrijpt, hoe media werken. Maar wat we proberen te doen absoluut in het project is om te kijken hoe verschillende afdelingen die uiteindelijk het werk gaan doen als wij met games verder gaan en wat voor invulling dat dan ook precies krijgt, om die al te betrekken bij het onderzoeksproject en daardoor die kennis al in een vroeg stadium over te dragen, maar ook de kennis die er al is te benutten voor het verbeteren van dit soort processen. Voor wat betreft die nieuwe netwerken, we zijn bezig om een nationale agenda over gamearchivering op te stellen en dat doen we met partners, waaronder ook een aantal representanten van bijvoorbeeld een groep als Awesome Space, dat zit in Utrecht en die hacken van alles in elkaar en die doen fantastisch werk met oude games. Hetzelfde geldt voor Bonami in Zwolle. Dus we proberen die mensen bij elkaar te krijgen om ook een inschatting te maken van wat gebeurt er al. Waar kunnen we elkaar in aanvullen, dat meer gezamenlijk doen. Jesse, dankjewel. Ja. Dankjewel.